What the hell? What's going on, man? Why you got to get me over the nipple? Man, next time put me on the muscle, man. But respect, man. You must be a fan. Appreciate. Ja, goedenavond iedereen. Ik had, ik denk 4 dagen geleden had ik een livestream gemaakt en een gesprek. En toen vroeg iemand mij, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer precies. Misschien kan ik het straks nog even terugkijken. Die vroeg mij verschillende dingen, wat ik van bepaalde onderwerpen vond. En toen kwam het ook het onderwerp op Willem Engel en Doreen. En over Doreen had ik daar al geantwoord. Ik moest toen andere dingen doen. En toen heb ik gezegd, ik maak nog een live waarin ik dan ook nog over Willem Engel zal zeggen wat ik daarvan vind. Ik wacht even. Misschien dat zo weer de vraag komt. En dan zal ik daar ook zeker even gewoon op ingaan. Hoe ik tegenover sommige dingen nog sta. En als iemand daar wat wil vragen, ga je gaan. In ieder geval heb ik echt een scheidhekel gewoon. En mensen met een handje in gezicht, zoals ik zelf doe. Gewoon aan corruptie. Aan corruptie, aan corruptie. Ik heb gewoon echt heel erg gedaan. Ik ben vaak in contact geweest ook met niet de overheid. Maar ze hebben tegenzijde ook afgelopen week heb ik gekregen van een intervalzaal. Gewoon dat gewoon bewust gewoon die voice spreken daar worden gehouden. Ik heb geen mensen. Ja, in ieder geval zal ik Willem zo bijkrijgen. Ik denk dat als iemand zo een vraag heeft, als ik dan nog even zo'n ding over zeggen, dan zal ik dat nog verduidelijken. Nou, ik probeer nog even Willem bij te krijgen. Zo, ik wil het niet gelukkig, dus zo is het ongemak. Zo. Nou, ik zie hem wel uit, ja, moet ben ik extreem moe. Maar het is ontzettend dat ik het weer krijg. En ik zit nog eens op de kikker, ik zit nog gewoon weg. Dat is ik ben blij dat jij mee staat, anders is niemand. Willem is ook geen stopje, dat moet ik zeggen, want ik krijg op dit moment een nummer 1. Dat probeer ik ook, daarom stop ik ook even met praten. Dus dat moet dan wel weer zeggen. Willem stond vandaag ook voor de rechter. Willem stond ook voor de rechter. Ik heb het niet gezien. Ik heb ook het viruswaarheidsjournaal niet gezien. Ik weet niet precies wat daar besproken is. Ik heb gewoon de hele dag gewerkt. Maar dat zal straks ook nog wel horen. Willem stuurt een verzoek. In ieder geval is natuurlijk de situatie nou zo. Na vele jaren, het is helemaal niet de laatste 2 jaar. Oh, waarom heb je kapot gelachen? Wat was er dan op de rechtszaak? Ja, hoi. Oké, Willem. Nou. Ja, oké, nou kan je erbij in. Even kijken. Hoi. Hoi Willem, goedenavond. Goedenavond. Ik las net al in de reacties meteen vanuit het Viruswaarheid Weekjournaal hier naartoe. Ja joh, het journaal loopt nog, want we hebben hem eerder opgenomen, maar het was een druk dagje, ja. Vanochtend had ik de rechtszaak, de 3 getuigen verhoren. Dat was erg interessant. Ik ben nu op Twitter een draadje aan het maken van wat ik in de rechtszaak niet kon laten zien aan beeld- en filmmateriaal. Daarna moesten we heel snel door naar Weltschmerz voor het weekjournaal. Dat draait nu als het goed is. Dat hoop ik dan, dat het videoteam het is gelukt. En daartussen had ik nog een hele interessante Zoom-meeting met Dennis Spaanstra over, jawel, daar komt hij, 19 november 2020 of 2021. Oké. Ja, dat gaat wel opblazen. Er zijn nu toch wel heel veel bewijzen van het opzettelijk uit de hand laten lopen. Er zijn 43 schoten gelost, er zijn 5 mensen neergeschoten. 1 in de borst, 2 in het lichaam, 2 in het been. Dat rapport wat er is verzonden,
Ja, daar staan opmerkelijke dingen in, maar gecombineerd met uitspraken van Abu Talib, van de politie, van de beelden die er zijn geweest, van de verslagen die er wel zijn en herschreven zijn, en sommige verslagen die er niet zijn, kunnen we al opmaken dat dit hoe noem je ze, dat een bommetje is, of in ieder geval een Alweer dossier een dat bewust net als uit de jouw hand persoonlijk lopen. dossier met uit alle macht uit de media moet blijven. Ja, dat is ook een ding wat ik geloof. Ja, in ieder geval, dan is er ook één ding wat je zegt. Ik ben 3 dagen geleden zat ik in Lijf en toen vroeg iemand mij: wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? En toen vroeg ze ook: wat vind je van Dorien? En toen heb ik daar antwoord op gegeven wat ik van Doreen vind. Ik heb gezegd dat wat er eigenlijk ook is, ik heb Doreen, zie ik altijd bij de mensen die hier vastzitten, dat ze daar altijd op bezoek gaat. En was ook een van de eerste die belde toen ik vast kwam te zitten. En ja, dus. Ja, dat vind ik ervan. En zei ze: wat vind je van Willem? Toen zei ik: nou, ik vind het in ieder geval van Willem, want ik moest weg. In ieder geval van Willem is wel iemand die altijd het gesprek aangaat en er nooit uit de weg gaat. Dus ik zeg: ja, ik zal de volgende keer daar antwoord op geven. Dus ja, dat ga ik nou ook zo doen. En ja, er zijn vast nog mensen die nog wat vragen hebben. En ook dat je nou zegt van 19 november. Ja, door de tijd heen. Wat ik veel mensen niet weten, maar ik heb eigenlijk alles wat ik online zeg, zeg ik ook tegen de mensen zelf, ook tegen jou, altijd onverbloemd. En ja, ondanks dat praten we nog steeds over belangrijke dingen, dus ook zo over 19 november. Ja, met controlled opposition. Ik heb altijd gezegd, en dat heb ik Willem ook al gezegd, van ja, waarom deed je eerst dit en nu doe je dat? Hij zegt: ja, ik zit nu ook in een groep, dan beslis je ook niet de dingen alleen, zei je. Dus ja, dat is een van de dingen. Het is gewoon niet te ontkennen en wat iedereen er ook van vindt. En is dat er een schat van waarheid, van feiten en dossiers goed geordend zijn opgebouwd en beschikbaar zijn voor iedereen. En dat na al die tijd, ik weet dat jij politiek gevangene bent en aangeklaagd, ik ben het zelf ook. En ook wat er allemaal mee gebeurt. Ja, mensen hebben dat hele besef niet. En van iedereen, en ik ben keihard kritisch geweest over iedereen, over jullie ook. Ja, jullie waren samen met natuurlijk Selena en nog iemand gewoon meteen daar om ook te helpen. Dus wat dat aangaat, dat vind ik ervan. Controlled opposition, nou, dat weet je ook. Samen voor Nederland. Ik vind het een landverradersverband. En ja, dat Je vanaf het bent begin. altijd zo charmant en zo genuanceerd. Ja, maar weet je wat het is? Het is natuurlijk altijd, en vaker die discussie, en dat zeg ik ook altijd. Als je kijkt vanaf het begin van Samen voor Nederland, wordt er weggebleven door de week uit Den Haag. En als ik ruzie met jou heb, dan kom ik bij jou voor de stoep staan. En dan ga ik niet ergens zondags. Op het Malieveld staan of zondags met de boeren met de trekkers op de A50 rijden of de hele zomer lang en dat ook nog ondersteunen en dat dan 1,5 jaar lang. Maar ja, dat is mijn mening. Daar sta ik gewoon haaks op ideeën van anderen. En zoals dat onder de vlag van Samen voor Nederland gebeurt gewoon. En ja, ik blijf erbij gewoon, hè, degene die beleid achter Samen voor Nederland voert en uitstippelt. Gewoon, ik denk dat hij tegen alle belangen van de samenleving in dat doet gewoon. En keihard doet in het belang van de regering. Want ook de regering zet zijn eigen oppositie op. En of jij er nou wel of niet bij hoort, dat weet ik niet. Ik Maar bij de regering? Nou, nee, ik nee. weet wat ik daarvan vind, hè, zo, hè, en hoe Ja. keihard we aangepakt worden en ook strijden. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die iemand in het oor fluisteren of dingen. Ik heb het met alle organisaties zijn ondermijnd.
Bijna door de regering. Dus noem de eentje die het niet is. Kan je dat zeggen? Ja, virusbaarheid is niet ondermijnd. Ja. Weet je dat zeker? Dat weet je altijd pas als het te laat is. Dus even gewoon als realist. Kijk, maar als realist, kan je dat zeggen? Kan je dat zeggen? Zeker door 3 redenen. 1, ik zit er zelf in en ik ken mezelf. 2, de mensen die meebeslissen bij virusbaarheid, die ken ik al heel lang. Dus die kunnen niet als infiltrant er later bij zijn gekomen. En 3, wij worden nog steeds met vuur en zwaard bestreden door de overheid. Man en macht wordt er strijd geleverd op alle fronten. De banken, de media, politie, justitie, noem maar op. En mensen kunnen dat dan intimiderend vinden. Maar voor ons is dat een teken dat we dus kennelijk op de zere plek drukken. En nog steeds effectief zijn en impact hebben. Ja, maar dat geeft in ieder geval, dat is zo gewoon als je daar zelf doorheen gaat. Maar het is geen gegeven dat je daarom niet gewoon met een ander belang kan werken. Ja, oké, maar dan komen we op een andere discussie weer uit. Hè, van wat is je belang? Wat is je belang en wat is controlled opposition? Dan moet je die twee zaken even definiëren, denk ik. Laten we beginnen met die laatste. Wat is jouw definitie van controlled opposition? Gecontroleerde oppositie is een oppositie die werkt in het belang van de overheid. En daar hoeft degene die dat doet niet per se zelf te weten. Ik ben bij groepen geweest die werden ingefluisterd met een beleid waar ik me keihard tegen uitsprak. En waar iedereen mij voor gek verklaarde, want de influisteraar die zei ook dat ik gek was, maar later kwam dat wel uit. Dus ja, degene die met oprechte gedachten zijn ding doet en vol overgave dat doet wat hem goed lijkt, maar ook geleid door dingen die hem aangeboden worden, waar hij inrolt, hij of zij. En dat is die mensen die dat controleren, zoals de vergadering met alle groepen, de eerste van Samen voor Nederland, waar gewoon iedereen keihard misleid werd gewoon, en iedereen met een Hare Krishna gevoel lachend naar buiten liep en dacht, ja, dit hebben we met z'n allen besloten, terwijl het al lang klaar lag, het plan. Dus dat bedoel ik. Dat bedoel ik met gecontroleerde oppositie. En er zijn niet die 80 groepen die dan per se daar met bewust, ja, of de mensen nu, die in de vergadering zitten. Nu haal je een paar dingen door elkaar. Achterkamer. Nou, dat vind ik gecontroleerd. Maar dat is even niet naar de regering toe. Jij verwijt bepaalde mensen in Samen voor Nederland dus dat ze achter de schermen al dingen hebben besloten en dat de rest alleen maar klapvee is om te zeggen, nou, oké, we gaan die kant. Nou, zonder dit diep erop in te gaan, of het kan wel, heb ik gewoon met iedereen ook persoonlijk gesproken. En ook rustig, je weet, die gesprekken voordat ik begin op te winden, het schelden, het gesprek omhoog wordt, kan 1,5 uur duren soms. En ja, mensen hebben mij zelf hun dingen verteld. Gewoon letterlijk, waar ik dan gewoon ze ook meteen op aangesproken heb. En wat mensen niet leuk vinden in deze tijd. Maar zo was de situatie wel. Hè? En sommige mensen interesseerden het geen reet. Die zaten gewoon toen al gewoon keihard in voor de cash, voor zichzelf. En interesseerden het maatschappelijke probleem en de problemen die op ons afkomen geen ene reet. Frank Rusink bijvoorbeeld. En door de hele politie gezeik en dat zulke gesprekken plaatsvonden heeft, dat de politie vol ingreep. Kijk, je hoort nooit dat ik voor smaad en laster word aangeklaagd. Ik praat gewoon met de mensen. En dan ja, met sommige mensen heb ik echt een probleem met hun instelling. En dan kan iedereen goed voor een bepaald deel van de zaak zorgen. Maar als jij gewoon gefocust bent op andere dingen dan het welzijn van de samenleving, ja, dan moet je daar ook gewoon open en eerlijk over zijn. Dat interesseert toch niemand als je geld wil verdienen? Dat maakt toch helemaal niemand wat uit? Nee, ook daar ben ik het mee eens. Er is nu iets voorgevallen. Ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Maar er is nu iets voorgevallen met Rainer Vilmich bijvoorbeeld en Vivianne Fischer en de corona-outshoots. En zo zijn er wel meer van dit soort akkefietjes. Ik denk, ja, heel eerlijk gezegd, het is natuurlijk dat we roomser dan de paus proberen te zijn. Aan de andere kant worden er miljoenen
afgeroomd en worden wij beroofd op klaarlichte dag. En aan de andere kant zijn we heel verontwaardigd als iemand merchandise opzet. Ik ben het helemaal mee eens dat je het openbaar moet doen en dat je volledige transparantie moet geven. En je instelling ook. Het systeem van corruptie vechten. Maar een verdienmodel is al een vies woord geworden, terwijl elk bedrijf een verdienmodel is. Elke baan is een verdienmodel. Een verdienmodel? Een verdienmodel is belangrijk. Mensen moeten hun geld verdienen. En of je dat nou doet door merchandise of door cursussen aan te bieden, het maakt helemaal niet uit. Maar maak het gewoon super duidelijk dat het een verdienmodel is. Want doordat het een verdienmodel is, maken sommige organisaties de keuzes om hun verdienmodel te beschermen. En niet de keuzes om gewoon keihard daarvoor te gaan wat nodig is in het belang van de samenleving. En niet gisteren, ja, niet eergisteren, niet morgen, maar gewoon vandaag en nooit meer weggaan. Als je gewoon echt integer bent, en dan wind ik me alweer op. Ik hou er maar weer over op, want dan komen we weer op dit punt. Maar dat is voor de mensen die kijken, dat is waar het, ja, waar ik altijd uitflip. Want dit is gewoon het springende punt. En dat vind ik gewoon fout. En mensen die daar dan over liegen, gewoon, en dan toch hele groepen mensen meetrekken. En daar heb ik echt geen goed woord voor over. En daarom noem ik Samenleven voor Nederland gewoon een landverraderscollectief. Buitenom nog hoe vaak ik daar al besproken ben. Zo. En ik vind dat is de intentie waar ik me keihard aan stoor. Waar ik me keihard aan stoor. We waren op een bepaalde weg. Ja. En toen had ik het al lang verleden samengezet. Misschien ook niet. Iedereen mag zijn mening erover hebben. Maar ik denk dat je wat je nu wel doet, is jouw inzicht of jouw visie op verzet en op effectiviteit als absoluut verheffen. Nee. En ik denk van iedereen kan hetzelfde doel hebben en het wel op een andere manier doen. En het op een andere manier onder woorden brengen of andere acties voeren. En natuurlijk kijk ik ook wel eens naar andere acties en denk ik van, nou, dat vind ik niet erg effectief. Of daar winnen we de oorlog niet mee. Of wat zit daar voor andere belangen of intenties achter. Maar het is niet aan mij om daar dan, zonder dat ik het fijner ervan weet, commentaar op te gaan leveren vanaf de buitenkant. Nou, okay. Dat is voor mijn gevoel controlled opposition, want dan ben ik bezig met verzet aan het bestrijden, terwijl we heel duidelijk een andere vijand hebben. Maar dan kom ik dus op het einde van mijn antwoord, want je vroeg naar het belang. Controlled opposition is oppositie die aangestuurd wordt vanuit buiten. En als geld jouw motief op een gegeven moment wordt, ben je te koop. En de haaien van de overheid zullen dan ook gewoon jou kopen. Hè? Of naar alle waarschijnlijkheid van de 10 mensen die gewoon geld als verdienmodel hebben binnen demo-wereld, kan je ervan uitgaan dat de overheid financieel probeert zich daar in te nestelen. En, en dat is natuurlijk het gevaar als je het niet vanuit volle overtuiging doet. Als je het vanuit volle overtuiging doet en je verdient er dan nog wat bij, dan is er no chance dat die overheid erbij komt. Maar er zijn te veel mensen die vanuit het verdienmodel nu toch vind ik op bepaalde dingen heel veel rem leggen. Maar ja, dat was dus wat ik controlled opposition vind. En ik vind dat die mensen ook helemaal niet verder groot aardig bijdragen. Wat natuurlijk van de ongelooflijke hoeveelheid informatie die bij jou er al op staat. En ik spreek ook met jou en Jeroen vanaf het begin. En altijd over juridische dingen. Dus dat is mijn antwoord daarop, mensen. Wat ik wel of niet gecontroleerde oppositie vind. En we liggen keihard uit elkaar. Dat hebben jullie nu ook al gemerkt met bepaalde standpunten. Maar waar het gaat om tegen de overheid, waar we samen dezelfde dingen zien of dingen bij elkaar zien, dan is hij een van de mensen die ik sowieso ook vraag van hoe zit dat bij jou, de juridische kant? Of waar is dit op dossier? Heb je dit op dossier? En ik denk dat sowieso belangrijk is. Vastkamp zitten waar jullie in ieder geval, Doreen, ook een van de mensen staat. Jij zat natuurlijk ook vast. En
Ja, dus dat is ook een van de dingen. Zo, dat is mijn antwoord voor iedereen die kijkt. Dan kunnen we nou weer, tenzij iemand een vraag heeft, dan het lijkt wel of alles eraan gedaan wordt, acties waar de personen die verantwoording dragen weg te halen. Die snap ik niet helemaal. Nou, Willem hoeft zich ook helemaal niet te verdedigen. Wat veel mensen niet weten, ik heb dit gesprek met Willem al vaker gehad. En dan komen de verschillen bij dezelfde punten omhoog als dat jullie het nou gezien hebben. Dus ja, dat was ook niks. Maar je rechtszaak vandaag, Willem. De Ja, getuigenvoren. ja Waarmee is het goed gegaan de en waarmee rechtszaak slecht? ging op zich goed. Rechter Jansen die gaf ons veel ruimte. Dat zei hij ook van tevoren. Ik ga jullie veel ruimte geven. Ik wil het zoveel mogelijk zoals de vorige zaak aanpakken. Hij sprak wel een voorkeur uit voor dat de advocaat het meeste het woord zou doen. Ik denk dat het in dit geval ook terecht is. Ik heb nog nooit een getuigenverhoor gedaan, dus ik weet niet precies hoe dat gaat. Aan de hand van de vragen van mijn advocaat kon ik nog wat vragen toevoegen. Natuurlijk was ik er erg op gebrand om vooral datgene op te merken in de vragen waaruit blijkt dat het OM willens en wetens bewijs heeft vervalst. Bewijs heeft verdraaid en bewijs heeft verzwegen. Nou, dat klinkt jou als muziek in de oren, want jij maakt al 10 jaar datzelfde mee. En ik denk dat dat goed is overgekomen. Het is opgenomen en dat was heel uniek eraan. De hele dag werd ervoor uitgetrokken. We zijn tot 1 uur of 2 bezig geweest vanaf 9:30. 3 getuigen verhoord. Begonnen met Jeroen Pols. Alles mocht gefilmd worden, mocht zelfs gelivestreamd worden, werd zelfs door de rechtbank zelf gedaan. Dat is echt opmerkelijk voor een strafproces getuigenverhoor. Dus in die zin heel veel podium. Het OM was ook aanwezig, maar dat waren slechts figuranten. Ze hebben wel geteld 0 vragen gesteld. Ja, en ze hebben een paar keer excuses gemaakt over dat het dossier nog steeds niet compleet was. Ja, ze draaiden er een beetje omheen. En dat maakt het ook zo lastig op de blonde dame namens het OM. Die ik al in meerdere zittingen heb gezien, zit er elke keer weer iemand anders bij die waarschijnlijk ook zoiets heeft van ja, ik heb van mijn baas vanochtend te horen gekregen dat ik dit dossier moet doen. Ik ga er maar naartoe en ik zit mijn tijd uit. En dat hebben ze goed gedaan. Ik bedoel, met z'n tweeën hebben ze zo 1.000 of 2.000 euro gekost zonder een woord te zeggen. En is er nog iets gezegd wat niet al eigenlijk toch al bekend was? Jawel, kijk, de intenties en de beleving en de duiding vanuit de getuigen. En één was dan Mordechai Crispijn, die was meestal de centrale figuur bij het organiseren van de demonstraties. Dus die heeft veel meer context gegeven, veel meer een kijkje in de eigen keuken, hoe de marketing daarvan ging, wie de berichten deed, hoe de berichtenplanning tot stand kwam, hoe de contacten waren met politie, met burgemeester. Hoe raar het was dat het werd verboden, wat we toen met z'n allen hebben besloten, et cetera. Dus dat was denk ik heel goed om voor de rechters te horen wat voor organisatie het is en hoe wij te werk gaan. Dan hadden we Marieke Schreuder, die heeft gedemonstreerd, ja wel vaker, dat is een graag geziene gast op demonstraties, maar zij was ook degene die op 26 september 2021 voor Bruls zijn ambtswoning een paar briefjes en bananen heeft neergelegd. Ja, ik ben nog steeds niet helemaal duidelijk in wat dan de opruiming is, maar misschien, daar kwam nog even ter sprake van, werd Bruls dan met een aap vergeleken, maar daar lijkt hij helemaal niet op. Hij wordt wel eens met andere dieren vergeleken, dus dat was het niet. Wat was dan wel de opruiming? Ja, daar heb ik nog steeds geen antwoord op gekregen. Maar het fijne is dat Marieke voor een hele goede context kon geven wat haar nou heeft bewogen om die briefjes daar neer te leggen. Ze heeft de briefjes ook voorgelezen wat ze daar neer heeft gelegd. En het ging dan vooral over dat ze hem succes wenste en of hij in zijn hart kon kijken met wat hij aan het doen was. Ja, en dat is klap op de vuurpijl, dat wist ik zelf ook niet. Zij is psychologe
met de specialisatie in non-violent communication. En daar is ze ook over ondervraagd van oké, en hoe is de communicatie van Willem Engel of Virus Waarheid dan? En ze hebben ja, daar zit geen agressiviteit in, ook niet een verborgen agressiviteit. Dus daar kan ik me goed bij aansluiten. Maar bij Bruls daarentegen zit heel veel dreiging en heel veel opruiming in. Dus daar ageert ze nog steeds en ageerde ze ook tegen. Dus dat was goed om die motivatie te horen, goed onderbouwd. En ja, Jeroen Pols heeft duiding gegeven over het grootste gedeelte van de zaak. En over het ontstaan en de werkwijze van Virus Waarheid, het juridisch team waar jij ook regelmatig contact mee hebt. De weging en de duiding van bepaalde berichten, worden die vooraf, achteraf besproken? Zijn er wel eens berichten teruggefloten? Is er wel eens sprake geweest van opruiming? Is dat intern besproken, et cetera, et cetera? Nou, ik denk dat het hele to the point vragen waren. Ik raad iedereen het aan om het terug te kijken. Daarmee wordt denk ik heel veel duidelijk over wat het OM heeft proberen neer te zetten aan contextvorming, aan bewijs weglaten, en ander bewijs verdraaien en weer ander bewijs gewoon ronduit vervalsen. Dat is wel goed allemaal voor de kijker gedacht. Ja, precies wat je nu ook zegt, want daar raken onze zaken ook vaak en daardoor hebben we ook vaak contact. Het OM vervalst, laat dingen weg, verdraait naar hartelust. Opruiing, zei je. Je werd aangeklaagd voor opruiing, zonder dat de opruiing of waartoe opgeroepen is, gedefinieerd wordt. En ik heb natuurlijk precies hetzelfde, met natuurlijk zware gevolgen die ze eraan willen hangen. En als dit een oordeel wordt, zowel of bij jou of bij mij, waar de jurisprudentie uitkomt, dat je aangeklaagd kan worden voor iets zonder dat het feit gedefinieerd hoeft te worden, dan is dat geloof ik echt het allerlaatste stapje in de dictatuur. Mm-hmm. Absoluut, en dat is ook ter sprake gekomen, dat chilling effect. Hè, op het moment dat het strafbaar wordt, of dat het volledig contextafhankelijk wordt, een oproep tot demonstratie, waar verder geen enkel strafbaar feit in staat, maar dat de context dus bepalend wordt, of dat als opruiming kan worden gezien. Ja, dat is, en dat heeft Jeroen ook heel goed uitgelegd, volgens de Venice Commission, die gaat over de mensenrechten in Europa, is dat niet, nee, dat kan niet bestaan. Dat kan niet zo zijn dat het simpele oproepen tot demonstreren een strafbaar feit zou kunnen zijn. Want dan kan het OM en het bestuur dat altijd uitleggen in een bepaalde noodsituatie, had je kunnen weten dat het oproepen tot demonstreren gevaar zou opleveren, et cetera, et cetera. En dan kan je dus nooit meer demonstreren. En dat is nou precies het punt waarvoor ik word vervolgd. Maar is de jurisprudentie dat in Nederland de rechtspraak zich ooit een moer heeft geïnteresseerd over wat in de Venice Commission staat? Nou, het tegendeel is er wel. Toevallig is Pieter Omtzigt daar veel mee bezig. Die heeft natuurlijk al vaker een onderzoek daarvan aangehaald. En die heeft nu ook gevraagd aan de Venice Commission om volgens mij de staat van de democratie te onderzoeken in Nederland. En de Venice Commission is vrij kritisch. Wij denken in Nederland altijd dat we een heel goede rechtspraak hebben, een heel goed bestuur, een heel goede democratie. Maar wij bungelen een beetje onderaan hoor, in Europa. Maar wat is de waarde van de Venice Commission? Want als je dan kijkt dat Niels Meltzer, de VN-veiligheidsrapporteur, vernietigend zich heeft uitgesproken over bepaalde gebeurtenissen die ik niet verder zal benoemen. Ja, anders moet ik naar de cel in. Maar dan zie je dat er geen enkele waarde gehecht wordt aan zelfs een rapporteur van de VN-veiligheidsraad. Dus wat maakt het dan eigenlijk uit dat daaraan geappelleerd wordt? Als de rechters er toch niks mee. Het is niet de VN-veiligheidsraad. Er zijn een paar dingen. De Venice Commission is volgens mij niet van de VN, maar van de Raad van Europa. Niels Meltzer is speciaal rapporteur, of was speciaal rapporteur van de VN. En dan op het dossier marteling en inhumane treatment. En dat is hij nu niet meer. Dat is natuurlijk gedaan, of dat is gebeurd door hoog politieke druk, omdat hij zich uitliet. Hij zat in een tweede termijn.
iemand die niets meer te bewijzen had en die een statement wilde maken. En je ziet dus hoe politiek alles is geworden. Hij schrijft een rapport. Eerst wordt het genegeerd. Hij wordt wel weggepromoveerd, want anders zou hij waarschijnlijk wel wat anders hebben ontmoet. In de zin van auto-ongelukken en dergelijke, kan je van alles bij voorstellen. Elsborst. Precies, Elsborst. Ja, dan wordt hij weggepromoveerd. Wordt er geprobeerd om het uit het nieuws te houden. Gelukkig zijn daar een aantal organisaties, waaronder de onze, flink mee aan de haal gegaan toen het uiteindelijk openbaar werd. Hè. Het is nog 60 dagen een respijt geweest voor de overheid om erop te reageren. Niet op gereageerd. Vernietigend rapport over structureel, systematisch, excessief politiegeweld. En daar zit de koopgrootrellen nog niet eens bij. Hè. Dit is puur gebaseerd op de akkefietjes tijdens de demonstraties, waarbij er evident bewijs is van politiegeweld dat excessief is. Zelfs al zou iemand daarvoor je hebben geprobeerd te beroven van het leven, op dat moment als iemand onschadelijk is, mag je niet doorslaan, mag je niet een hond erop zetten. Je mag sowieso niet een waterkanon gebruiken op 5 meter afstand. Et cetera, et cetera. Dus daar kan geen discussie over zijn. En dan hoor je dus een Grapperhaus of een Rutte zeggen, ja, maar je moet je niet laten leiden door de filmpjes, dat is een veel te snelle conclusie. Dat hoorden we ook Gerrit van den Kamp van de politie zeggen over Niels Meltzer. Ze waren allemaal als een hond gebeten, door een hond gebeten. En ondertussen, en dat is het saillante, in mijn strafzaak hebben ze dat dus zelf gedaan. Ze hebben een geknipt filmpje gebruikt waarvan ze wisten dat die geknipt was, waarbij het knippen daadwerkelijk de boodschap verandert. En ze hebben hem gepresenteerd alsof ik dat op de dag van de demonstratie heb geuit, terwijl duidelijk 2 dagen daarvoor was. Dus dit is zo'n klassiek voorbeeld van bewijsvervalsing en opportunistisch omgaan met bewijs. En dit gebeurt dan aan de ene kant, want dan gaat het om mensen die ze uit de weg willen ruimen, figuurlijk gezien dan. Ja, of letterlijk. Dat schroomt zich natuurlijk ook niet voor. Wat denk je als er uitkomt wat er in Rotterdam gebeurd is? Denk je dat dat een verandering teweeg brengt dan bij een gedeelte? Ik heb 3 dagen vastgezeten of 2 dagen voor niks. 2 dagen lang zaten ze me eerst uit te lachen en toen moesten ze me laten gaan. En die mensen die geloven dat echt. Je hebt het gewoon. Ja, maar let op. Ik heb in de PI Hoogvliet gezeten. En daar zaten 2 jongens voor die koopgrootrellen. En 1 heeft 3 jaar gekregen. 3 jaar voor het doorgeven van een fakkel. Het was iemand die voorwaardelijk vrij was. Dus die 3 jaar zijn niet alleen maar daarop gebaseerd. Maar die is heel hard gestraft. En er zitten nog veel meer rare haken en ogen aan dit dossier. 43 schoten, 5 slachtoffers, 9 schutters, zeeën van kogels. Met getrokken pistolen gingen ze de demonstranten tegemoet. Er zijn mensen neergeschoten op een afstand van 25 meter. Dit is een uitprobeer. De protocollen voor het gebruik van het vuurwerp niet aangehouden. Artikel 7c verkeerd ingevuld. Ja, dat blijkt ook uit dat dossier dat ten eerste daar door een jurist in is geredigeerd. Hè. Er wordt ook gezegd, ik schoot op de benen, maar ik schoot niet op de persoon. Ik denk, wacht, dat kan niet. De benen zijn een essentieel en onlosmakelijk onderdeel van die persoon. Dus als je op de benen hebt geschoten, heb je gericht geschoten. Er zijn ook een paar mensen niet in de benen geraakt. En dat proberen ze dan op te schrijven alsof het in het bovenbeen was. Maar als je heupbot wordt geraakt, dan is het niet meer je bovenbeen. Dan is Marco is in de borst geraakt en dat op 30 meter afstand. Op 30 meter afstand. Die kunnen ze dus niet eens operatief verwijderen. Die zit vast in zijn ruggengraat. Op 30 meter afstand, hè? Op 30 meter. En op welke manier is dat noodweer? Want wat er in het rapport ook staat, en dat is een hele rare lezing. Het ambtsbevel is niet gevolgd, want pas in juli 2022 zou je mogen schieten bij een oproerige beweging. Dus dit is al een soort voorzetje op wat ze daarna bij die boerenjongen hebben gedaan. Waarom die agent die heeft geschoten natuurlijk niet vervolgd gaat worden. Bij het akkefietje, bij die tractor die is neergeschoten. Maar
Wat er dan wordt gezegd van ja, maar is het dan noodweer? Ja, het is noodweer, want ze stonden doodsangsten uit. Dan zie je ook dat er iemand eerst zegt: ik heb op 7 meter geschoten, en daarna blijkt het 25 te zijn. En denk ik van: oh, hij kwam niet weg met de leugen, dus moesten ze daar weer een mouw aan breien. Nou, Farida Raab, één momentje. Je zegt, Engel, hou op met je fantasieverhaal. Ik heb het Rijksrecherche dossier ook gelezen. En het staat er echt zo in. En het is ongelooflijk. Het is gewoon een schande gewoon. Het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche, die moeten zich gewoon helemaal kapot schamen gewoon. Dat bij zulke informatie geen verdere onderzoeksvragen gesteld worden. Dat mensen geen juridisch of bestuurlijke of professionele verantwoording hoeft te dragen. En dat ten koste van de slachtoffers en mensen een jarenlang gevangenisstraf gewoon zo de doofpot ingeschoven wordt. Dus ik weet niet wat je daar fantasie aan vult. Gewoon, hè. En dat is niet alleen hier, dat is ook bij andere dingen waar ik en een heleboel andere mensen vaak het slachtoffer van worden gewoon. Dit is gewoon even gebaseerd op zijn feiten. Dus als mensen weten gewoon, ik heb er een arrestatieteam voor door de deur gekregen dat ik het alleen maar heb vastgelegd. Dus op dit Ja, punt, helaas zijn dit soort, ja, Jessica, daar nee, kan het ik is nog echt niet helemaal niks openbaar, aan. maar daar komt binnenkort wel meer over naar buiten. Ja, wat ik ook heel vreemd vind, is dat de agenten die hebben geschoten niet als verdachten zijn aangemerkt in het dossier, maar als getuigen. Ja, en dan ben je eigenlijk al gezien. Het wordt ook onderzocht door de recherche, of door het Openbaar Ministerie van Rotterdam, agenten in Rotterdam. Kijk, deze zaak, dit is een cover-up. Dit stinkt aan alle kanten. Heel duidelijk dat hier niet alleen door die agenten verkeerd is gehandeld, maar dat er vanuit de hogere hand alles aan is gedaan om het te laten escaleren. Er waren te weinig manschappen. Die trokken zich terug. Toen moesten ze per se terug om een uitgebrande auto te redden. Een heel raar iets. Ze mochten geen pepperspray gebruiken. Er werd geen waterwerp ingezet. Dus alle trapsgewijze escalatie of geweldsmiddelen, opschalende geweldsmiddelen, mochten niet worden gebruikt. En daarom was het gebruik van een vuurwapen gerechtvaardigd. Maar dit is de wereld op zijn kop. En daarom, dit hele dossier is fraude. Ja, er staat ook geen enkele verwijzing in naar hoe ze met de busjes inreden op de mensenmassa. Gewoon met hoge snelheid om ze uit elkaar te drijven. Ze namen het vuurwerpwapen al in de hand, begreep ik. Voordat ze überhaupt op de plek waren bij de brandende auto waar ze de brandweer moesten helpen. Ze kwamen al met getrokken pistool gewoon aangelopen, begreep ik. Dus ook dat is geloof ik niet volgens de protocollen. Ja, degene die natuurlijk het bevel geeft, uiteindelijk de beslissing dat dit een situatie is, dat dan artikel 7c zou gelden. Dat moet iemand anders zijn als degene daar ter plaatse die dan zelf nog de meeste schoten, geloof ik, los. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik vind het echt een schande wat daar gebeurd is. Ik zag het al meteen. Helaas, met de dingen die ik in mijn verleden heb meegemaakt, wat me zeer raken, zag ik direct ter plekke wat er aan de hand was. Ja, het wordt nou alleen maar meer en meer bewezen. En nog steeds zijn de rechtszaken die gevoerd worden tegen mensen in hoger beroep of eerste aanleg, op grond van ja, dit doofpotverhaal. Hoe staan ja, bij de rechtbank er eigenlijk tegenover, denk je? Hoe lang gaan ze de mensen die hierover beslissen nog meedoen? Ik zag een oudere Sembla-uitzending waarin staat dat er veel misgaat bij het OM, maar wie controleert het OM? Hoe lang mag dit en hoe ver gaat dit? Ja, daar hopen we nog steeds op, hè? Van wanneer komt nou dat punt dat er mensen bij het OM zeggen van oké, nu is het genoeg geweest. Het OM gaat dadelijk kopje onder doordat we totaal ongeloofwaardig zijn geworden. Er worden zedenzaken geseponeerd. Er is nergens meer tijd en geld voor. Zware geweldsdelicten worden niet opgelost omdat burgers moeten worden gepest. De protest op het Museumplein van 28 maart 2021. 300 mensen ingesloten die een zittend protest hadden. Die hebben allemaal een strafbaar feit gepleegd volgens het OM. Namelijk niet voldoen aan een vordering. Strafwet 184. Al die zaken die komen nu voor. Want iedereen vindt het te belachelijk voor woorden.
Maar daar gaat dus alle tijd en geld in zitten vanuit de overheid om misdaad te bestrijden. Het is te schofterig voor woorden en er moet een keer een rechter komen die een officier van justitie gijzelt en zegt van nu is het afgelopen met de billen bloot. En met gijzelen bedoel ik dus wat een rechter kan doen, hè? Dus iemand vastzetten totdat de gewilde informatie geleverd wordt. Want er is natuurlijk een interne memo waarin staat, jongens, misdaad doet er niet toe, we moeten de burgers pesten. En nou chargeer ik het even, maar je gaat mij niet wijsmaken dat al die officieren opeens als hoogste prioriteit hebben om mensen op Twitter op te sporen en dan vast te zetten op verdenking van opruiing of meedoen aan een demonstratie, et cetera, terwijl er ook wel echt de misdaad is. Wanneer, hè, wat moet er gebeuren, hè, volgens jou, of wanneer gaat gebeuren dat de mensen zo ziek zijn en dat ze vinden, net als ik en een hele hoop anderen, dat we gewoon op maandag naar Den Haag toe gaan en er gewoon niet meer weggaan voordat er gewoon weer integriteit heerst en dat de leidraad is van de regering. Dus ja, ik ben het met je eens dat dat gebeurt, of ben je van mening dat dat niet werkt? Nee, ik ben het met je eens dat het waarschijnlijk het enige is dat werkt. Van een massaal protest, non-violent, non-cooperation, non-compliance, dat heel Nederland opstaat en niet meer gaat zitten totdat het regime weg is. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren zolang mensen nog de illusie hebben dat het wel goed komt, dat het wel overwaait. En dat als ze nou hun mond houden, dat ze hun baantje kunnen behouden of dat ze niet hun huis verliezen. Kijk, naarmate er meer verloren wordt en mensen hun levensstandaard verliezen, hun baan, hun huis, hun auto, dan zijn ze meer bereid om actie te ondernemen. En het begint wel te komen. Ik was gisteren op het politiebureau om een inzage te doen voor mijn WPG. En die rechercheur zei een paar opmerkelijke dingen. Ten eerste van, oh joh. Ja, grappig. Toen ik je aan de telefoon had, toen dacht ik eerst van, oh ja, Willem Engel. En toen bleek je eigenlijk een hele aardige vent te zijn. Dus hij gaf al toe van, oh, ik ben wel een beetje in de mediafuik getrapt. En we bespraken een paar dossiers. Ik heb het vaak andersom, zo'n situatie, maar dan met politieagenten, burgemeesters en andere overheidsmensen. Ja. En hij gaf wel toe, ja, er is wel vaker wat mis. We hebben wel vaker dat we een heel dossier opbouwen en dat die officier van justitie zegt, nee hoor, gaan we niet doen. We laten de vervolging zitten. En dat ze dan gefrustreerd zijn. Dus ook daar kwam hij een heel eind in mee. En het mooiste was nog dat hij zei van, ja nou, ik moet wel zeggen dat die wappies toch wel in heel veel dingen gelijk hebben gekregen. En het was iemand die wel gewoon een injectie had genomen en voor een heel groot deel is meegegaan in het COVID-verhaal. Maar nu zijn eigen energierekening onbetaalbaar wordt, gaan dit soort mensen ook eventjes op hun hoofd krabbelen en denken van, hey, wacht even, ik heb heel netjes aan de leiband gelopen en alle orders uitgevoerd, zelfs als ik daar vraagtekens bij had. En in plaats van dat ik beloond word, dreig ik dadelijk ook slachtoffer te worden. En dat is wat er nodig is om mensen tot inkeer te laten komen. Ja, en dan is natuurlijk iedereen op wat voor moment die het licht ziet en erbij komt, is natuurlijk welkom, ongeacht dus bijna hè, de stappen die er gedaan heeft. Maar als een agent mij dit zegt en zegt, jullie hebben toch in heel veel stappen dingen gelijk gehad, dan kijk ik hem aan en het enige wat ik dan zeg eigenlijk en kan denken is, ja, maar dan geef toch toe dat je meegeholpen hebt gewoon aan landverraad en genocide plegen, of welke dingen vind je dan dat ik gelijk heb? En dan moet je toch meteen ingrijpen. Gewoon, je hoeft niet meteen in te grijpen, je kan natuurlijk ook op een rustige manier, maar ik kan dan gewoon altijd iedereen welkom hoor, uiteindelijk, maar dat is toch wel wat direct mijn mond uitkomt. En dat is toch ook het probleem, dat de mensen gewoon elkaar helemaal niet meer aanspreken als de dingen gewoon echt niet goed zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, je had gelijk. Maar als iemand zegt, je had gelijk, dan moet hij toch een stapje verder gaan, toch? Alleen toegeven, kijk, want als jij gelijk hebt met de dingen die je gezegd hebt, dan heeft hij meegewerkt aan iets verschrikkelijks, of zij natuurlijk. Ja. En dat vind ik wel heel makkelijk van ja, straks ja, wordt het voor mij ook duur. Ja, en dan op je hoofd gaan krabben. Puur en alleen voor de kosten.
Nee, maar kijk, en dat moeten we realiseren. Ik was een paar dagen geleden een documentaire aan het kijken over John McAfee. Dat raad ik iedereen aan. Hele slimme vent, hele gekke vent, die heeft heel veel meegemaakt. En die zei daar iets tegen een van zijn interviewers. Ze zei van, ja, maar jij gaat uit van de innate of the inherent goodness of people. Maar dat is een illusie, dat is helemaal niet waar. Mensen zijn opportunistisch en iedereen is in staat de meest gruwelijke dingen te doen. Het gaat er alleen om welke threshold bereik je of welk breekpunt, hè? Dus wat zet jou in actie, wat drijft je, is bijna altijd lijfsbehoud. En op het moment dat mensen echt in hun levensonderhoud of hun bestaan worden aangevallen, dan worden ze bijna allemaal actiebereid. Maar zolang je daar nog niet bent, ja, zijn er maar heel weinig mensen die vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en missie toch in actie komen en daarmee hun bestaan juist in gevaar brengen. Oké, nou, ik heb gezegd, hè? Ik heb gezegd, en eerst waren we met 5.000, 10.000, 50.000. Ik vraag het toch nog een keer. Wanneer moet je dan naar daarna gaan? Ik zeg nu al, vorig jaar al, als je toch al je krachten bundelt, dan moet je de mensen daarop aanspreken, vreedzaam, en je laten zien, horen bij de mensen die het beleid maken. En natuurlijk niet per se. Thuis voor de deur, alhoewel ik vind als iemand persoonlijk bij iemand aan de deur gaat, aanbelt en wat vraagt, heb ik zo vaak gedaan, helemaal niks mis mee. We leven in Nederland en niet ergens in weet ik voor waar. Maar als je dan voor de deur, wanneer is het dan, wanneer moeten de krachten die gebundeld worden wel die kant op? Wanneer dan wel? Want ik zeg ja, mijn manier is niet de juiste, maar wanneer dan wel? Gewoon, wat is dan jouw idee van wanneer wel? Ik zeg meteen en nooit meer weggaan gewoon. En dat ook iedereen te Ja, oproepen met elke organisatie en iedereen die precies zegt, het gaat om lijfsbehoud. Goed uitleggen is het nu, kijk naar de bakkers, kijk naar de. Eldor, kijk naar de protestbeweging in het verleden, de krakers, provo's, de gele hesjes, Occupy Wall Street. Die begonnen allemaal heel voortvarend en die hebben echt wel impact gemaakt, maar uiteindelijk, omdat ze geen aansluiting vonden met de grotere massa, hebben ze niet hun punt volledig kunnen maken. En zitten wij dus nu in deze shit. Het is niet hun schuld, het is onze schuld dat wij niet hebben ingezien dat ze voor een veel groter doel aan het protesteren waren. Maar het overbrengen dat dat grotere doel er is, is essentieel van zo'n protest. En dit is ook de reden waarom ik het prima vind dat er verschillende vormen zijn, want een gefaciliteerd protest waarbij er bloemetjes en bijtjes zijn en dat alles heel erg tam is, dan kan je van de buitenkant zeggen, ja, maar dit is geen protest, het wordt helemaal gefaciliteerd, dit is wat het regime wil. De andere Ja, kant is dat het herkenbaar is voor de mensen die nog niet over die drempel zijn en die wel willen aansluiten. Dus je moet een drempel verlagen. dus we komen weer op de beginspreuk en nou ga je over in Samen voor Nederland. We moeten massa creëren. Oké, hadden we begrepen, heel mooi omschreven, maar wanneer is dan wel die massa groot genoeg volgens jou? Ja, Wanneer is kijk, er wel genoeg mensen met bewustzijn? als je met Want dat is toch 100.000 altijd een man, springende ja, punt. als je met 100.000 man Den Haag in komt en je doet daar een sit-in en je blijft een dag zitten, ja, dan zijn de poppen aan het dansen, hè. Dan kan het kabinet niet blijven zitten. Maar waarom leiden we dan wel meer dan 100.000 mensen naar Amsterdam? Gewoon hè, als samenleving. Ja. Hè? Of als mensen met merchandise ook nog erbij. En waarom gaat dat niet naar Den Haag? De massa is er toch? Het zijn alleen de mensen en een bepaalde groep die er niet voor oproepen. Gewoon. En als je iedereen persoonlijk spreekt, dan is het altijd wel een ding. Dus ik vraag me altijd af waar het dan blijft haken. En dat bedoel ik dan met controlled opposition. Jij zegt zelf ook, je vindt hè, Den Haag is de plek en dat zou moeten. Maar toch ben je toch ook met groepen en mensen onderweg waar het uiteindelijk er niet van komt, al meer dan een jaar niet, dat het gebeurt. En er zijn ook andere krachten aan het werk die er tegenhouden. Want we zijn al lang met. Veel, 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 veel meer mensen dan 100.000 of een half miljoen. Ja,
Dat is lastig. We hebben één keer voor elkaar gekregen, dat was 5 september vorig jaar, dat we met meer dan 100.000 waren tegelijkertijd in één demonstratie. Ja, als we die in Den Haag hadden gehad, dan denk ik niet dat het volledig was gefaciliteerd, dat ten eerste. Dus zijn dat dagjes mensen, zijn dat ontevreden burgers, of zijn dat echt mensen die verzet willen plegen? En dan bedoel ik niet gewapend verzet, maar vreedzaam verzet. Ik denk dat er van die 100.000 misschien 10.000 mensen waren die door weer en wind protesteren en weten waarvoor ze het doen en weten waarom ze het op deze manier doen. En dat de rest eens een keer komt kijken en of het wel heeft gezien of bang is voor de politie of het geen lekker weer is. En daar kan ik allemaal dingen van vinden van, ja, maar wil je dan niet je land bevrijden? Wil je dan niet, een punt maken? Daar kun je van alles van vinden. Alleen, waarom wij in deze shit zitten, is omdat onze cultuur week is. Onze cultuur is week in de zin van dat we onze verantwoordelijkheid zo snel mogelijk afgeven aan de eerste, de beste Jan Doedel die zich verkiesbaar stelt en ons zogenaamd gaat vertegenwoordigen. We hebben dit ook wel een beetje over onszelf afgeroepen door geen verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. En die leiderschapscult, dus het constant zoeken naar iemand die ons uit de problemen haalt, in plaats van onszelf uit de problemen te halen, maakt ons heel erg complacent. Hè? Dus apathisch. En daarmee kwetsbaar. We hopen op een leider die voor ons in de bres springt of die ons bevrijdt. En dat soort fantasieën, dat is het Disney-gehalte van onze maatschappij. En daardoor kunnen er heel veel groepen bestaan, want die leven natuurlijk op die dingen van mensen. En wat ik dan bedoel met demonstreren, als je demonstreren als doel, als middel gebruikt om een bepaald doel te bereiken, en dan vraag je, ja, wat is dan het doel? Ja, door op een vreedzame manier met iedereen te laten zien aan de mensen die het echt verkeerd doen, dat dit echt anders moet, hè? Laat ik het maar even zo vriendelijk uitdrukken. En daarvoor moet je dan in Den Haag zijn, dan moet je dat doel ook echt gewoon uitdragen. Want als je het uiteindelijke doel wat je wil bereiken door het middel wat je inzet, als je dat niet goed uitlegt, en dan kan je zeggen, we gaan 100 keer naar Amsterdam, Groningen in het weekend, maar de 101ste keer, want dat is het doel. Hè, maar als het doel nooit gesteld wordt, en dat is wat ik bedoel en wat me eigenlijk gewoon dan, wat ik, ja, eigenlijk nooit dan begrijp. Hè? Maar iedereen moet verder zelf weten wat hij doet. En het is natuurlijk wel een feit dat ondanks of mensen geld verdienen, wij worden met z'n allen zo hard gepakt. Zelfs de mensen die het nou nog niet snappen, zullen op een gegeven moment ook in de gevangenis zitten. En dus ja... Alleen, ja, ik zou bijna denken, als iemand het nou nog niet ziet, is dat heel bizar. Maar ja, mensen hebben natuurlijk verschillende zichtwijzen, ook op het regeringsbeleid. En ja, helaas ook bij het demonstreren. Denk je dat we nog de weg terug kunnen vinden met de maatschappij? Of... Ja... Wat is de weg terug? We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. We hebben een oorlog meegemaakt en we zitten nog in een oorlog. En heel veel mensen begrijpen dat niet, omdat er niet lijken op straat liggen. Maar dit was wel de taal overigens, helemaal aan het begin van de pandemie, tussen aanhalingstekens. De maatschappij is al veranderd. We moeten hier ook uit leren. We moeten niet terug naar waar we zaten. Want die samenstelling, die maatschappij heeft ons kwetsbaar gemaakt waardoor we hierin konden komen. Dus we moeten naar een meer weerbare maatschappij met participatiedemocratie, met mensen die constant alert zijn op machtsgrepen zoals er nu is gepleegd. Deze coup is vrij geraffineerd als je het vergelijkt met traditionele coups die vanuit het militaire apparaat worden gepleegd. Dus we zullen een soort volksraad moeten instellen die constant de machten controleert en het heel scherp houdt en het heel zuiver houdt. Hoe we hier uitkomen, nu alles aan puin dreigt te gaan, hè, want we hebben al gezegd 1 oktober, nou, dat is over 2 uur. Financieel staat er veel op instorten nu. Hè. Alle economieën zijn wankel geworden.
Als we dadelijk hyperinflatie krijgen, dan krijgen we armoede, dan krijgen we totale verstoring van de productie, de voedselvoorziening, et cetera. Dus dat is een mogelijkheid dat dat gebeurt. Kunnen we dat nog voorkomen? Ja, in Nederland kunnen we dat voorkomen. Maar dan denk ik wel dat we een overgangskabinet, ik weet niet of dat het goede woord is, maar een overgangsbestuur nodig hebben, wat niet politiek is, wat een heel nauw mandaat heeft in doelen die ze kunnen halen, middelen die ze kunnen inzetten en de duur dat ze dat mogen doen, om orde op zaken te stellen. Dus alle nieuwe projecten aangaande de wokeness agenda, klimaat, stikstof, boeren, EU, allemaal eruit. Ja, dat zien we later wel, daar moeten we eerst een debat over voeren, maar nu al die projecten stoppen, grenzen dicht, geen hulp aan Oekraïne, al helemaal geen militaire middelen daar naartoe. Hier de dingen, de orde op zaken stellen qua prijzen, qua voedsel, qua energie. En dan een voorzichtig begin maken aan het herstel. Dus dat gewoon het tegenovergestelde zien we. Het regime is ontmaskerd, want ze hebben het nu alleen nog maar over Agenda 2030. En wat er dan gebeurt, is dat je als voldongen feit gaat presenteren. He, van dit is wat we gaan doen. Je kan kleurtje geel of kleurtje blauw. Maar je moet gewoon alle corrupte ambtenaren bestraffen en zorgen dat geldend recht gehandhaafd wordt. Dat is wat je zegt. En natuurlijk via de juridische weg en zoals de rechtsstaat is ingericht. Kijk, Nederland is echt een door en door corrupt land. Wij hebben corruptie geïnstitutionaliseerd. Corruptie is de norm geworden. Het is gelegaliseerd. In Afrika dan heb je nog corruptie dat openlijk is, maar dat ook in die zin niet in de wet vastlegt. En hier is alles eigenlijk wettelijk vastgelegd. Het gaat niet eens meer dat je ambtenaren om moet kopen, maar je moet bij de goede groep horen, je moet het juiste zeggen, je moet het juiste baantje krijgen en dan word je beschermd. Als ambtenaar in Nederland word je niet veroordeeld. Dan hoor je namelijk bij de georganiseerde... Ja, dat kan niet meer. Ambtenaren, lage ambtenaren zijn al bijna onmogelijk. En hoge ambtenaren ook niet. Ja, ik hoop dat de mensen in de Tweede Kamer gewoon aangifte doen. Die kunnen dat met z'n vijven doen, maar het gebeurt maar niet. Ik weet ook niet precies waarom niet. Jawel, nee, het gebeurt wel. Wilders is bezig met die aangifte nu. Vanwege zijn ambtsmisdrijf, artikel 355. Dus dat gebeurt nu wel. En je ziet nu ook allemaal beweging. De Kamervoorzitter is ontmaskerd. Ariep werd aangevallen en die zit de Kamercommissie om het corona-onderzoek te doen. Dus er gebeurt wel van alles, maar de andere kant is, het is toneel. Hè? Deze mensen zitten daar omdat ze ijdel, dom en opportunistisch zijn. Anders word je geen politicus. Met een paar uitzonderingen daar gelaten, maar zeg maar 2/3, zo'n 100 mensen daar, die zit ver boven hun niveau. Die zal nooit een baan krijgen met zoveel aanzien en zoveel geld. Zijn ook niet op voorkeursstemmen daar gekomen. Volledige trekpoppen van hun partij, van die organisatie. Ja, nou, ik denk eigenlijk iedereen daar, bijna iedereen, want ook zeg maar de goeie, die zitten daar en blijven zitten, kijken niet weg en pakken ze niet aan, praten er alleen over. Ja, maar dat is lastig, want in hoeverre kan je wat? Kijk naar de FVD, kijk naar Ongehoord. Die proberen dan waarheid te brengen en worden keihard aangevallen in de media, maar ook nu, net als Virus Waarheid eigenlijk al 2 jaar wordt aangevallen, zie je die beweging nu ook richting deze partijen. Dus het doet er niet toe wie je bent, hoe netjes je het zegt. Als je waarheid zegt en niet buigt voor de macht, dan zal de macht je proberen klein te krijgen. Dat is een wetmatigheid. Ja, oké, maar ik snap niet waarom ze de macht niet slaan met hun eigen regels en wetten. Maar dat proberen ze de hele tijd. Ja, die censuur nu over dat je het niet meer over kartel mag hebben. Dat je geen complottheorieën mag verspreiden over bewindspersonen. Dat zijn allemaal ter plekke verzonnen regeltjes. Die, als je die zou toepassen, elk D66-Kamerlid zou moeten schorsen.
Nou, het is natuurlijk wat jij nou zegt, daar kom ik even terug op wat we net hadden. Dat natuurlijk jij en ik aangeklaagd zijn voor opruiing, zonder dat de opruiing gedefinieerd is. En dat heb je natuurlijk ook in de Kamer. Ja, absoluut. Dat, maar ja, ik vind in ieder geval altijd veel informatie en zijn op dezelfde manier aangeklaagd. En ik heb altijd veel kritiek, ook nog steeds. Maar ja, waar we alle... Ja, ook... Ja, zeker zo, hè. Als een van de meesten. Maar... Ja, er zijn zoveel dingen wat zo gelijk is. En er is maar één grootste vijand. En dat, nou, er is helemaal geen vijand. Ja, er is wel één grootste vijand. En dat is corruptie. Gewoon. Ja. En zolang de corruptie niet als een kanker gewoon eruit gesneden wordt. Ja. Dan blijft dit altijd doorbestaan. En wat je er ook van maakt. Dus, het probleem is alleen... dat we een neurochirurg nodig hebben, want de kanker van de corruptie zit in het hoofd van de maatschappij. En als je daar zomaar in gaat snijden, dan krijg je anarchie. En dat is nou precies wat we moeten voorkomen, want dat zou een voedingsbodem geven, samen met armoede, voor een one world government. En dan zijn we nog verder van huis. Ja, dan zijn we zeker de pineut. Ze zijn al hard op weg. Ja, ik hoop dat de mensen op tijd allemaal opstaan. En ook de mensen die mensen bewegen. En dat alle neuzen op een doordeweekse dag die, ja, dezelfde kant op gaan. En ik bedoel daar niet Amsterdam. Nee. Ik denk dat we ook in Den Haag moeten zijn. Ben ik helemaal met je eens. Ja, en ik zou zeggen, ik ben blij dat je getuige voor ook openbaar is uitgezonden. Zoals ook bij Max, bij bijvoorbeeld Iruya en ook zeker bij jouw zaak. Het is gewoon echt een schande gewoon hoe het Openbaar Ministerie mag verdraaien, liegen, bedriegen. En dat is dan nog niet eens, ze hoeven daar geen enkele verantwoordelijkheid af te leggen. Hun misopvattingen, ook van politie. Die daar verkeerd in dossiers gezet wordt, procesverbalen die vervalst worden, 43 schoten die afgegeven worden. Niemand hoeft ergens verantwoordelijkheid voor te dragen. En ja, je zou maar werken bij zo'n organisatie en daaraan meewerken. Ik zou gewoon echt elke avond kotsend in mijn bed wakker liggen. Ja. Hoe kom ik hier nou uit? Maar goed, dat ben ik. Ja, snap ik. Top. Hey, was weer gezellig. Ja, in ieder geval even bedankt. En ja, ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is hoe ik erover denk. En ik hoop dat je niet hoeft te zitten. Dat deze rechtszaken in ieder geval positief uitgaan. Ook voor de samenleving. Want het gaat veel, veel verder dan dat. En ja, dat de mensen in jouw omgeving gewoon een keer echt verstandig worden. En dat ze misschien geluisterd hebben hier. En als ze echt een andere mening over hebben, dat ze hun doelen duidelijk uitleggen aan de mensen en hoe ze daar willen komen. En anders gewoon zorgen dat alle neuzen gewoon met z'n allen op de doordeweekse dag dezelfde kant op gaan. Dat gaat wel een keer gebeuren hoor. En ik hoop dat in 2022, want kijk, het plan van de globalisten is volgens mij wel al mislukt. Dus ze zitten al op plan B. Maar het probleem is dat het nog heel veel schade gaat opleveren. Dus hoe eerder dit kantelt, hoe meer we de schade beperkt kunnen houden. Ja, dus daarom zou ik zeggen, in plaats van alle andere dingen, alles cancelen. En ja, binnenkort, ik neem gewoon een week vrij. En ik denk, als iedereen hetzelfde zegt, neemt iedereen een week vrij. Dat is één ding wat we echt wel zeker weten. Dus... misschien dat Rutte of de koning nog een keer duidelijk is. Het stopt pas als het volk zegt stop. Ja. Dus ja, ik hoop dat we met z'n allen dat dan toch een keer tegelijkertijd in dezelfde richting zeggen. Fijne avond. Bedankt. Later.
Nou, het was ook lang en vermoeiend, sommige stukken. En nou, ik denk dat ik heel duidelijk was dat, wat ik daarvan vind. En wat ik daar absoluut keihard op sta. En sommige mensen die weten ook wat wel of niet belangrijk is. Dus mensen moeten zelf maar weten wat ze ervan vinden. Ik interesseer me er ook niet meer zoveel voor. Ik zie ook bij meerdere rechtszaken dat totaal de hele zin weg is dat mensen worden aangeklaagd, veroordeeld worden op grond van feiten die niet gedefinieerd zijn. En iedereen die lacht en iedereen die denkt, ja, dit treft mij nou nog niet, hè, die zal in de komende jaren vrienden, familie en kennissen daar mensen uit hetzelfde zien gebeuren. En voor de rest moet iedereen zelf maar weten wat hij ervan vindt. Ik zou zeggen, mensen, denk vooral helemaal zelf na. Dit is wat ik ervan vind. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die, ondanks dat ze het weten, toch nog kiezen voor een inkomen. En dan toch nog verder gaan met het maatschappelijke destructieve gedrag wat ze vertonen. En ik vind dat ja, ieder gewoon voor zichzelf moet bepalen waar zijn morele grens ligt. En wat hij vindt of zij vindt, waar hij wel aan niet mee moet doen. Om bijvoorbeeld je kinderen te eten te geven. Of ben je bang als je spuitje niet meeneemt dat het niet lukt. Of om andere redenen. Iedereen moet dat helemaal zelf weten. Mij, elke keer als het gevraagd werd, op welke plek kan je het beste en op welke manier kan je het beste vreedzaam van je laten horen. En ik denk dat is in Den Haag op doordeweekse dagen en komen om te blijven. En eigenlijk iedereen die ik spreek en heb gesproken in de afgelopen 2 jaar, zelfs politieagenten van het Korps Den Haag, zeggen ja, dat zou gewoon het middel zijn waarmee de bevolking binnen een democratie op een vreedzame manier uiting kan geven van datgene. Dus wat er moet gebeuren. Peace.